Succesvol worden met een eigen bedrijf. Ja, dat, wie wil dat nou niet? En de meeste vragen die ik ook wel krijg is: Kan ik succesvol worden met een eigen bedrijf op het moment dat ik ga dropshippen? En zo kreeg ik ook de vraag van Matteo. En Matteo, ik zal hem even voorlezen: Die zegt: Hallo, ik had een vraag. Ik ben 16 en ik zou heel graag succesvol worden. Nu had ik dropshippen gevonden, maar ik weet niet echt of dit een goed idee is. Weet u hier meer over? Groeten, Matteo. Matteo, natuurlijk bedankt voor je vraag. En ik hoop dat als jij nu kijkt naar deze video en je bent niet Matteo, dat je hier ook mee zit. Want in deze video ga ik daar eventjes wat antwoord op geven. En in de basis kan je een paar dingen vinden van dropshipping. Ik vind dropshipping persoonlijk, en dat bedoel ik echt niet verkeerd, niet echt een bedrijf starten. En voordat je meteen nu in de verdediging schiet en allemaal weerwoorden hebt, laat het me even uitleggen. Want. ...in mijn beleving wat dropshipping is. Dropshipping is... ...hier heb je een fabriek. Kijk, fabriek, zo, schoorsteentje, fabriek. Dat is een fabriek. En die fabriek... ...die heeft producten. Hè? Producten, dozen, producten, producten. Die kan jij... ...vanaf je laptop... Hè? ...laptop, kijk, hop, persoontje. Hop, kan jij hier... ...een bestelling plaatsen. En die bestelling... ...wordt vervolgens... Kijk, als ik hier eventjes zo'n huisje tekenen. Bij de consument. Met geld. Geleverd. Dus zij. Jij bestelt het daar. En wat doen zij? Zij zetten bijvoorbeeld een autootje in. Hup, autootje. Hup, en dat autootje brengt het daarheen. Dat kan het zijn. Wat het ook kan zijn, is, is dat er nog een partij tussen zit. Zij leveren bijvoorbeeld aan. Weet ik voor wat. Aan een tussenpartij, denk aan een Amazon, hè, dus aan een andere website, www.amazon of uh, www.bol. Dat kan. Jij zet je aanbod op deze sites. Die bestellingen komen bij jou binnen. Hè? Op, bestelling komt bij jou binnen. Jij zegt vervolgens weer tegen die partij: Hey, ik wil dat je die bestelling uitlevert. Ja, dat is goed. Dan gaat weer een autootje rijden, of een vliegtuig, of een pakketdienst, of weet ik wat, een brievenbus. En die brengt het ook bij die partij. Dat is het. Dit is niks meer dan leads genereren. Hè? Hetzelfde met een, een marktplaats. Hè? Dus ook een www, marktplaats. Kan ook. Het kan ook zijn dat je gewoon ads aan hebt staan. Dat mensen bijvoorbeeld zoeken op een bepaald product. Dan komen ze op jouw eigen webshop. Hè? Dat kan ook, dat je een webshop hebt. Uh, hè? Webshop, zo, winkelwagentje. Hup. Dat is dan weer van jou. Hè? Die webshop, komt die bestelling binnen, die komt bij jou binnen en jij zegt vervolgens weer: Oké, okay, ik laat die door de leverancier direct leveren. Zo zie ik dropshipping. En daarom zeg ik ook, ik vind dat niet echt ondernemen. Natuurlijk, ik ben het met je eens. Natuurlijk, het kost echt wel tijd en energie om je webshop op te zetten. Het kost tijd en energie om je product en assortiment op te zetten. Partijen te zetten, affiliate-partijen, uh, marktplaats, advertenties inrichten. Dat kost echt wel moeite. Daar ben ik echt van... Ik zeg niet dat het geen werk is, het is echt wel werk. Alleen, het is eigenlijk, bedoel ik misschien, ja, zeg ik het een beetje onhandig, eigenlijk is het een beetje de fabriek helpen. Je helpt de fabriek om hun producten te verkopen. Dat is het. Je zegt, hé, hey, fabriek. Je ja, hebt producten toch? Ja, oh, ik ga die wel verkopen voor je. Oké, okay? dat doe ik, heb verkopen, klaar. Maar, that's it. De, de, je hebt niet heel veel nodig om echt een bedrijfsconcept neer te zetten. Je hoeft geen cultuur echt te creëren. Ik kan het aan alle vlakken mis hebben nu, hè? dat begrijp ik ook. Maar ik, ik doe ook een beetje op de dropshipping van het niveau van uh, ja, één of twee producten. Dus niet een hele collectie, maar gewoon één of twee producten. Van nou, de kerst komt eraan, ik ga gourmet stellen kopen bij een fabriek en die laat ik dan dropshippen. Op dat niveau zit ik nu eventjes te kijken naar dropshipping. En natuurlijk heb je ook dropshipping op veel groter niveau en veel groter assortiment. En dan is het juist, klinkt heel stom, heel slim om direct vanaf je leverancieren te laten sturen naar de klant. Want dat scheelt je gewoon een opslag en noem het dan op. Maar ik focus eventjes nu op de kleine... Ik zal het er even bijzetten, één of twee producten. En dat, ja, ik zou dat gewoon niet doen. En als je nu denkt, ja dan ga ik heel veel producten doen, ja dat mag ook. Maar eventjes ik meteen een kleine kanttekening. Ik weet toevallig dat Bol heeft gezegd, wij doen niet meer uh, uh, dropshipping. Dus je moet de producten fysiek in bezit hebben. Je moet bij wijze van spreken, als iemand vandaag bestelt, ook vandaag kunnen leveren. Of morgen kunnen leveren of met enkele dagen. Dus daar mag bijvoorbeeld niet één of twee weken tussen zitten, wat vaak wel het geval is bij dropshipping. He, echt dropshipping vanuit de andere kant van de wereld naar Nederland, dat kost dan een paar weken vaak. Dus ze kijken ook echt wel van oké, okay, hoe snel kan je leveren, kom je die afspraken wel na, blablabla. Bla, bla. Dus je wilt ook voorkomen dat zij je buitenspel zetten als jouw hele bedrijf hierop gebaseerd is. Hetzelfde geldt voor een Amazon, hetzelfde geldt voor een marktplaats. Dus je wilt, een betrouw, als je het mij vraagt, een betrouwbare verkoper zijn. Dus om die dingen op orde te hebben, moet je zorgen dat je goede producten hebt. Dat je bijvoorbeeld een kleine voorraad zelf hebt en dat je op tijd bijbestelt bij die leverancier. Dat zou kunnen. Je kan ook zeggen: Nou, ik ga niet werken met een Amazon, ik ga niet werken met een BOM en een marktplaats. Ik zet advertenties aan en ik heb een eigen webshop. Nou, dat kan. Dan moet je gewoon goed budget hebben voor je advertenties. Dan moet je zorgen dat mensen op je website komen en dat ze het bestellen. Dan kan je op je website wel vermelden: joh, levertijd is één tot twee weken en vervolgens laat je het leveren. Dat kan. Dat is ook dropshipping. Maar de meeste dropshipping die ik ken is vaak gerelateerd aan een tussenpartij, een leadpartij om het even zo te noemen, als Bol of Amazon of een marktplaats waar je advertenties neerzet, waar je producten neerzet, waar je een commissie betaalt over je omzet en vervolgens die producten laat opsturen. Even een hele andere vraag die je kunt stellen over dit model. Hoe groot is de kans dat iemand dit kan kopiëren? Als iemand jouw model in één keer kan kopiëren en eigenlijk gewoon bij dezelfde fabrikant kan kopen en eigenlijk dezelfde producten kan gaan verkopen, maar misschien voor net een paar euro goedkoper, waar sta jij dan met je bedrijf? Dat bedoel ik eigenlijk ook een beetje met het bedrijf. Van als je een paar producten hebt, natuurlijk, joh, je zal mij niet horen ontkennen dat, een, dat je er niet heel veel geld mee kan verdienen. Natuurlijk kan je er goed geld mee verdienen, alleen het is vaak beperkt. Je kan het een jaar doen of een paar jaar doen en op een gegeven moment ja, komt er iemand anders die zegt, hey, we gaan dat ook doen. En dan heb je een concurrent erbij. Of je krijgt in één keer klachten over jouw artikel, want er zit een fabrieksfout in. Hè. Die mensen sturen het wel leuk op, maar ze hebben het product iets aangepast. Blijkt dat jouw informatie helemaal niet meer klopt. Zeggen die mensen in één keer, ik wil mijn geld terug. Dan worden in één keer al die producten naar jou toegestuurd, want die worden niet naar de fabriek gestuurd. Die worden naar jou gestuurd. En dan zit je thuis in één keer met allemaal stapels van die producten. Dat je denkt, wat moet ik ermee? Nou, terugsturen naar je fabrikant is onbetaalbaar. Of tenminste, is vaak niet interessant om terug te sturen daarheen. Dus jij zit met die producten. Nou, wat ga je ermee doen? Wil je ze weggooien? Kan je ze misschien nog verkopen? Wat moet je ermee? Krijg je er nog geld voor? Want je hebt je geld al terug moeten betalen aan hen. Maar je hebt de fabriek ook al betaald. Ze hebben dus er zijn allemaal van die dingen. Ja, wil je daaraan beginnen? Ik persoonlijk, maar daar heb je misschien inmiddels al een beetje door. Ik ben er gewoon geen fan van. En er zijn genoeg mensen online die zweren bij dropshipping. En die vinden het geweldig. En die geven de cursussen over en trainingen. En die geven je alle tips. Prima. Als je hier heilig van overtuigd bent. en je wilt heel graag doen. en je denkt: Timo, houd toch je klep en ik ga lekker wel dropshippen. Hey, mij maakt het niet uit. Doe je ding. Jij, jij moet doen wat je leuk vindt. Hè? Je hoeft mij niet het plezier te doen. Je moet het vooral voor jezelf doen. Maar als je vraagt: Timo, wat vind je van dropshipping? Nou, dit vind ik er een beetje van. En dan denk ik ook van ja, als je echt een bedrijf wil neerzetten. Ja, sorry, dan, ik, ik vind een echt bedrijf. Hè, als je een bedrijf hebt, zo, bedrijf. Dan zeg je van nou, ik heb een dienst. En een dienst, ik maak die weer even heel erg uh, uh, praktisch. Waar iedereen uh, waarschijnlijk wel een beetje zich in kan vinden. Dat is bijvoorbeeld schoonmaak. Of uh, je bent uh, uh, tuin. Hè, tuin. Je, of je doet auto, onderhoud. Hè, uh, uh, hoe zeg je dat? Hovenier. Je zit in de schoonmaak, uh, weet ik wat. Je doet uh, interieuradvies. Hè? Dat, dat, is een dienst. dat is een dienst. Je kan ook producten verkopen. Hè? Je kan ook zeggen: Nou, ik heb een winkel. En in die winkel heb ik bijvoorbeeld uh, schoonheidsproducten. Of ik, heb, ik verkoop uh, producten voor in de tuin. Of ik verkoop uh, auto-onderdelen. Dat, dat is veel. Hè? Daar heb je. Voorraad voor, je hebt misschien een winkeltje met een balie, je hebt misschien een webshop erbij. Je hebt eigen voorraad, je hebt misschien wat mensen in dienst. Je hebt iemand die bijvoorbeeld de bestellingen wegrijdt in de regio. Je moet dozen inpakken. Je moet veel meer daarvoor doen dan dat je zegt tegen iemand anders: Hey, stuur jij even die producten op en dan zie ik het wel. Ja, dat. Er zijn genoeg partijen die ik ken, die zijn hiermee begonnen en die hebben uiteindelijk gezegd: Weet je wat, ik koop een grote voorraad in, die zet ik in mijn eigen hal neer. Of in mijn zolder of in mijn schuur. En die ga ik vervolgens opsturen. Nou, dan wordt het al meer een bedrijf. Dan wordt het al wat echter. Dan, word je echt, hè, dan ga je in één keer nadenken over opslag, misschien wel over verzekering. Dan ga je nadenken over de verzendlabels. Uh, wat voor pakketten of dozen moet je hebben. Dan ga je veel meer dat ondernemen in. Zo zie ik het tenminste. Ja, dus dit, nou, product of dienst. En, en die lever je voor een bepaalde prijs. Dit is het. Nee, dat is het niet. Dat zie ik als een onderneming. Dat zie ik als een bedrijf. Tenminste, dropshippen zo, vanaf je laptop, ergens vanaf Bali of weet ik wat, ergens in de... So als je het wilt doen, doe het. En als je er geld mee kan verdienen, lekker geld verdienen. Maar ik denk, en dan praat ik uit eigen ervaring, of tenminste uit eigen, eigen mening... Ik denk dat je er geen voldoening uit haalt. Ik denk, leuk, al het geld op je rekening. En dan denk je, nou, ik heb een paar jaar gelachen, leuke auto's gereden, grote huizen gehuurd of weet ik voor wat... En dan? Dus eigenlijk bouw je daar in mijn beleving dan niks mee op. In mijn beleving wil je een leuk team om je heen. Van mensen. Je wilt bouwen met elkaar. Je wilt met elkaar de, de pijn delen, maar je wilt ook het plezier met elkaar delen. Dat je zegt, jongens, we hebben bam, we hebben weet ik wat een miljoen omzet gedraaid. We gaan deze zomer met z'n allen, met het hele team, gaan we een weekend weg of een week. Dat. Met elkaar. Samen. En niet jij en je laptop. Maar nogmaals, dat hoor je misschien wel. Ik heb een beetje misschien een vooroordeel over dropshipping. Mag je van vinden wat je wilt. Je hoeft me niet aardig te vinden. Je hoeft me niet mee te krijgen, want ik zal er toch niet door overtuigd raken. Doe wat je wilt. Als je wil gaan dropshippen, ga lekker dropshippen. Doe je ding. Misschien is het wel voor jou op het lijf geschreven en word je er heel erg gelukkig van. Lekker doen. Ik, ik word er denk ik niet heel erg gelukkig van. Ik word veel gelukkiger van mensen om me heen en een leuk bedrijf neerzetten... en bouwen met elkaar... en problemen delen... en plezier delen... en zorgen dat je een team bent... en dat je samen geld verdient. Uh, vind ik leuk. Maar ja, dat is ieder voor zich hè. Niet iedereen vindt een team en mensen op zich heen leuk. Het kan ook zijn dat je zegt... Hey, ik wil juist lekker alleen zijn... en lekker mijn geld verdienen... en lekker met dropshipping doen. Doe je ding. Ik weet niet of het overal... dat zeg ik er meteen bij... ik weet niet of het nog op platformen is toegestaan... dus zoek eventjes goed uit bij een Amazon... en bij een Bol of het nog mag... En, en begin, gewoon, weet je, begin gewoon. En anders ja, dan toch meer een bedrijf te maken en een voorraad kopen. En kijken of je die voorraad kan verkopen. Um, ik hoop, Matteo, dat je hier iets mee kunt. Als je er niks mee kunt, mijn excuses. Als je er wel wat mee kan, uh, ja, graag gedaan. En als je nu nog vragen hebt, laat het me gerust weten. Want dan ga ik daar ongetwijfeld weer naar kijken. Allemaal ook bedankt voor het kijken. Als je geen Matteo bent of heet, bedankt voor het kijken. Heel veel succes. Als je een gratis account wil, ga naar 360 start.nl. Mocht je bezig zijn met starten van een bedrijf of willen oriënteren, is dat allemaal gratis content. Kijk daar gerust even rond en dan uh, moet het helemaal goed komen. Nogmaals bedankt voor het kijken en uh, ik zie je graag snel.